Hallo iedereen, welkom weer in een nieuwe vlog. Welkom van mij en mijn broodje pindakaasje op de achtergrond. In deze video ga ik jullie meenemen tijdens mijn wenkbrauwbehandeling. Want zoals je waarschijnlijk al aan de titel van deze video kan zien, ga ik mijn wenkbrauwen laten tatoeëren. En dat ga ik laten doen bij Angel. Angel is weer een vriendin van Serena. Angel ken ik echt al jaren. En zij heeft haar eigen studio. Ik heb niet zo heel veel wenkbrauwhaartjes. Ze zijn nu uiteraard gewoon nog ingevuld. Ik ga het later wel zien hoe mijn wenkbrauwen zijn zonder enige producten erop. En dan zijn ze ja, redelijk kalig wel. Ik ga gewoon proberen zoveel mogelijk te filmen. Ook wanneer het wordt aangebracht en dat soort dingen. Dat lijkt me ook heel erg interessant om aan jullie te laten zien. Laat ik ook eventjes mijn regels van tevoren doornemen. Dus dat heb ik nu net gedaan. Onder andere dat ik niet meer koffie kan drinken. Dus dat wilde ik eigenlijk net zetten. Dus ik ben heel blij dat ik toch nog even net mijn mail heb gecheckt. Om te kijken waar ik rekening mee moet houden. Zo kan ik morgen vlak voor de behandeling, een half uur voor de behandeling, paracetamol nemen. Goed eten. De avond voor de behandeling kan ik mijn wenkbrauwen nog eventjes behandelen met een milde scrub. Dus dat ga ik later vanavond doen. En verder zijn er nog andere dingetjes waar ik eventjes rekening mee moet houden. En ik ben heel benieuwd wat we te zien gaan krijgen. Hallo iedereen, het is inmiddels de volgende dag. En zoals je kan zien heb ik gewoon make-up op en mijn wenkbrauwtjes gedaan. Want ik moest net eventjes wat stories opnemen. En ik had eventjes met Angel geappt en ze zei van nee, laat maar op. Dan kijk ik zo meteen nog eventjes naar hoe jouw wenkbrauwen eruit zien en hoe ik ze zelf aanbreng. Dit gaan jullie straks niet echt meer zien. In ieder geval niet zelf door mij ingekleurd. Ik ben wel een beetje gespannen en zenuwachtig. Maar ik heb er wel zin in. Ik ben heel erg benieuwd. Nou jongens, ik ben aangekomen bij de Brow Lab. Nou, daar lig ik jongens. We gaan even voor- en nafoto's maken. Het ziet hier echt super mooi uit. Moet je kijken. Het ziet er zo raar uit dat ik geen wenkbrauwen op heb. Nou jongens, we zijn klaar. Nee, grapje. We hebben net eventjes de hele belijning van mijn wenkbrauwen uitgemeten en ja, ik vind echt de vorm super mooi. Dus dit gaan ze worden zometeen. Moet je kijken. Niet te dun, niet te dik. Er is echt heel veel van mijn eigen natuurlijke vorm, maar ze zijn nu wel echt gewoon helemaal perfect. Dus we kunnen gaan beginnen. Stond hij nou al aan? Ja. Oh. Gaat het? Ja. Het is iets minder lawaaierig als een tatoeage. Ja. De allereerste outline van deze wenkbrauw, die zit erop. Mijn oog is een klein beetje aan het tranen nog. Maar hier zie je hem zo zitten. En deze wordt nu verder ingeschaduwd. Noemen we dat zo? Inschaduwen? Ja, inschaduwen. Tot nu toe gaat hij goed. Ik voel het wel. Maar het is wel zeker te overzien en vol te houden. Nou, dit is de wenkbrauw met de eerste laag. En ik vind er nu echt al ontzettend mooi uitzien. En nu komt de tweede laag hierop. Gaat hier, je valt bijna in slaap volgens mij. Er wordt nu gemeten of ze gelijk zijn. Ja. Ze zijn heel scheef. Oh, het ziet er echt mooi uit. Ik ben heel erg benieuwd wat je er zelf van vindt. Daar komt die Liz. Oeh. Ja, ik vind het heel mooi. Gaat het? Ja, het gaat. Ik vind het heel mooi. Oké, nice. Ik vind het ook heel mooi. Nou jongens, ik ben nog een soort van klein beetje sleepy. Maar dit is het resultaat na de eerste behandeling. En ik vind het er echt geweldig uitzien. Nou, zoals je ziet is het nog wel een beetje rood rondom mijn wenkbrauwen natuurlijk. Maar dat trekt natuurlijk nog weg de komende tijd. En het zal ook een beetje wat zachter worden. De kleur zal nog een klein beetje gaan teruglopen. Waardoor het allemaal nog net iets natuurlijker is. Maar weet je, ik kan gewoon echt prima nu gewoon zo over de straat. En ja, ik ben er echt super blij mee. Zo, hallo iedereen. We zijn inmiddels een paar dagen verder. Ik ga jullie eventjes een kleine update geven over hoe het met de wenkbrauwtjes gaat. Nou ja, je kan ze gewoon zien. Zoals je ziet is het hier omheen dus niet meer zo heel erg rood. Ja, het voelt eigenlijk wel heel erg goed. Volgens mij is het nog een heel... Nee, volgens mij is de zwelling al helemaal weg. Ik had van het weekend wel een beetje wat zwelling aan de bovenkant, van de achterste kantjes en aan de onderkant. En ik had alleen de avond nadat het was gezet een klein beetje een soort van rauwe gevoel bij de wenkbrauwen. Maar eigenlijk de rest van de dagen helemaal geen last van gehad. En ik heb verder nog geen korstjes. Dus dat is denk ik wel dat wat er aankomt in de aankomende paar dagen. Dus daar ben ik een klein beetje bang voor. Maar tot nu toe vind ik het echt super makkelijk op dit moment. Dus ja, zoals je kan zien, ze zijn een beetje glossy. Omdat er dus nog steeds wel vaseline op zit. Dat moet de komende... hele 7 dagen na de behandeling erop worden gesmeerd. En ik moet ongeveer 3 of 4 keer per dag de vaseline eventjes eraf halen en eventjes een nieuwe laag erop aanbrengen. Laat ik dat anders ook gewoon eventjes een keertje filmen. Ik gebruik eigenlijk normaal van die herbruikbare wattenschijfjes. Maar in dit geval wil ik net ietsje meer hygiëne hebben. Want ik weet nooit 100% zeker of die watjes echt helemaal schoon worden als ik ze schoonmaak. En ik heb hier gewoon eentje. Die maak ik heel even een klein beetje nat. En dan ga ik gewoon over mijn wenkbrauwen heen. Er is een heel klein beetje kleur afgekomen. Volgens mij is een deel ook foundation, wat ik er boven en onder misschien had zitten. Ik pak eventjes de vaseline, die had ik meegekregen van Angel na de behandeling. En dan doe ik gewoon een heel klein beetje zo op het wattenstaafje. Zo. En dat breng je gewoon weer aan. En mocht je trouwens nou iets hebben van, hey, ik vind je wenkbrauw een beetje warm. Dat klopt, Angel heeft inderdaad ietsje warmer gekleurd dan eigenlijk bij mijn haarkleur past. En dat komt omdat deze kleur, wanneer die straks ouder wordt, dat die wat koeler uitvalt. Als je bijvoorbeeld ook naar tatoeages kijkt, die worden vaak een beetje wat meer grijsblauwig. En dat is ook het geval bij dit soort tatoeages eigenlijk op je gezicht. Dus daarom heeft ze me ietsje warmer gedaan, zodat ik straks niet zeg maar super koele wenkbrauwen heb. Of misschien wenkbrauwen met een blauwe ondertoon. Nu zijn er trouwens bijvoorbeeld ook mensen die bijvoorbeeld wat langer geleden PMU hebben laten zetten. En dat die wenkbrauwen juist super oranje kleurig zijn uitgeslagen. Nou, dat kan er ook mee te maken hebben dat er eigenlijk te veel ijzer in het pigment zat. En Angel had als tip gegeven dat mocht je een keer bij iemand langs gaan voor een behandeling, dat je eigenlijk hun pigmenten kunt testen door bijvoorbeeld zelf een magneetje mee te nemen. Sommige pigmenten hebben zoveel ijzer erin zitten dat als je een magneetje erop zet, dat je hem gewoon helemaal kunt gaan optillen. En dat houdt eigenlijk gewoon in dat er heel veel ijzer in zit. Dus na een tijdje gaat er roesten in je huid. Het klinkt best wel scary en ik was ook best wel verbaasd erover. Maar ze zijn eigenlijk van ook gewoon bij tatoeages. Daar zit ook gewoon ijzer in. Dus dat is wel iets normaals. Alleen het is gewoon wel heel erg belangrijk dat er niet te veel in zit. Dat zijn misschien de vragen die bij jullie opkwamen als je naar de kleur kijkt. En dat het een beetje rood is. Dat is daar dus de reden voor. Om precies te zijn is het precies een week na de behandeling bij de Brow Lab. En dit is hoe mijn wenkbrauwen er op dit moment uitzien. In de vorige clipjes liet ik jullie weten dat ik toen nog geen last had. Of in ieder geval geen korstjes had. En ik had verwacht dat ik hele heftige, korstige, dikke plakkaten zou krijgen op mijn wenkbrauwen. En dat ik echt iets had van, ik kan de deur niet uit, want ik zie er niet uit. Nee, nee, niemand. Weer een heel goed gesprek met Siri op dit moment. Hij was bijna een heel raar mailtje aan het versturen naar iemand. Maar volgens mij is het nu weg. Anyways, wat ik aan het zeggen was, is dat ik had verwacht dat ik hele heftige, korstige plakkaten op mijn wenkbrauwen zou krijgen. Maar ik heb dat heel anders ervaren. De korstjes die je op je wenkbrauwen krijgt, of in ieder geval die ik op mijn wenkbrauw heb gekregen, waren echt eigenlijk een soort van, ja, laagjes huid eigenlijk, om het zo maar te zeggen. Dus dat was echt helemaal prima te doen en je zag ze ook bijna niet zitten. Op deze wenkbrauw is alles er nu af. Dus dit is de kleur geworden met alle korstjes eraf. En als je hier kijkt zie je nog een paar wat donkere plekjes. En dat zijn nog de plekjes waar nog een korstje op zit en wat er dus nog vanaf moet gaan. Dus om eventjes een algehele afronding te maken van mijn eerste wenkbrauwbehandeling bij de Brow Lab is dat het me echt ontzettend is meegevallen. Het laten zetten was eigenlijk helemaal prima en de heling daarna was ook helemaal prima. Geen last van gehad. Ik heb alles nog kunnen doen. Behalve sport heb ik dus wel eventjes een week moeten uitstellen. Dus ik kan niet wachten om volgende week weer daarmee te kunnen beginnen. Een hele goede eerste ervaring. En met een eerste ervaring bedoel ik omdat ik nog terug ga komen bij Angel over 6 of 4 weken. Om een tweede behandeling te krijgen. Want zoals je ziet is dus de kleur wat teruggelopen nu de korstjes eraf zijn. En bij de prijs in zit ook een nabehandeling of eigenlijk een tweede behandeling. En dan wordt eigenlijk hetzelfde gedaan zodat de kleur nog wat dieper wordt, wat opvallender. Ik mag volgens mij over 3 dagen ook al wat product aanbrengen. Dus misschien dat ik een heel klein beetje wenkbrauwpotlood ga gebruiken om mijn wenkbrauwen net ietsje donkerder te maken. Totdat ik mijn volgende behandeling heb en dat ik daar dus zeg maar echt de uiteindelijke kleur ga krijgen op mijn wenkbrauwen. Nou jongens, ik hoop dat jullie het leuk vonden om in deze vlog mee te kijken naar deze wenkbrauwbehandeling. En ik ben echt super benieuwd wat jullie van mijn wenkbrauwen tot nu toe vinden. En of je ook wel eens hebt nagedacht om je wenkbrauwen te laten doen. Ik hoop dat je het leuk vond en interessant vond om te zien hoe dit allemaal in zijn werk gaat. En mocht je nog vragen hebben, stel ze gewoon vooral in de comments. Heel erg bedankt voor het kijken en ik zie je graag weer in de volgende video. Doei doei!